Welkom bij de Origin Story af. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Zazoo, een online platform met activiteiten aangeboden door lokale organisaties. Op zoek naar een hobby of een kamp, surf naar zazoo.be. We zijn hier bij Jan Verheyen. Voor de mensen die hem niet kennen, zou je zelf even kort kunnen voorstellen? Ik ben een mediamens, maar toch vooral met film bezig. Dus ik heb de afgelopen tijd, sinds 1991 eigenlijk, 20 films gemaakt. De 20ste, het geheugenspel, is nu ongeveer uit. En ook een aantal reeksen. De bekendste is Vermist, die 7 seizoenen heeft gelopen. En tussendoor ben ik ook nog bedrijvig voor televisie en radio, wel als presentator of panelid of meninghebber of wat dan ook. Maar het is wel allemaal een beetje rond film dat het draait. Maar het is ja, film, laten we zeggen, is ja, de media. Want ik schrijf eigenlijk ook heel graag. Ook een paar boeken geschreven, maar weliswaar telkens over film. Maar media is mijn speeltuin. Ja, we zijn hier een beetje met de invalshoek van Jan Verheyen, de regisseur. Ja. Heel benieuwd naar jouw origin story. Vooral de vraag van wanneer is de filmpassie ontstaan? Dat is eigenlijk, voor zover ik me dat herinner, dat ik ben een appel die vrij ver van de boom is gevallen. Dus niemand in mijn familie heeft ook maar van ver of dichtbij iets met media of cultuur of zo te maken. Mijn vader was boekhouder in een ziekenhuis. Mijn mama werkte bij de bank. En ook mijn broer en zus zijn in tegenstelling tot mij goed terechtgekomen. Mijn broer doet personeelszaken in een ziekenhuis. En mijn zus werkt bij de bank. Dus om maar te zeggen, het is raar. Het is onverklaarbaar. Ook atypisch eigenlijk. Ja, we zien heel vaak mensen die daar eens bezig zijn, die komen vaak uit een nest. Nee, totaal niet. Als ik moet teruggaan, als ik heel diep graaf in mijn geheugen. Ik was het soort kind dat op 12, 13, 14-jarige leeftijd, op zaterdag namiddag, ook al was het mooi weer buiten, voor de televisie zat. Want op zaterdag namiddag was er op de toenmalige BRT, nu VRT1, oude films. Klassiekers uit de oude doos. Maar we spreken nu over de jaren 80. Dus ja. Oude films waren toen, spreken we echt over de jaren 30, 40, hè. Krakend zwart-wit. En ik zag dat graag. En mijn ouders waren daar zelfs licht bezorgd over. Van, tja, ga toch buiten spelen, zoals de normale kinderen. En daarna ben ik vaak naar de bioscoop beginnen gaan. Dus het is echt gegroeid met die oude films op televisie. Dan ben ik beginnen schrijven over film. Omdat dat kostte veel geld. Enfin, voor een 16-jarige was dat een dure hobby. Dus ik dacht, ik moet zo rap mogelijk een perskaart hebben dat gratis kan. Dus dan ben ik zo voor een plaatselijk weekblad de filmrubriek beginnen invullen. Want de eerste, het is nooit zo, ik ben nooit op een dag wakker geworden van, ik ga regisseur worden. Ik wist wel, ik wil iets met film doen. Maar dat schrijven bijvoorbeeld over film, want ik heb een bloedhekel aan recensent. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die mensen willen piloot worden of politieagent of wil naar de maan vliegen of wil eventueel films maken, maar er is niemand die op 12-jarige leeftijd zegt, ik wil zeikstukjes schrijven over wat andere mensen maken. Dus dat was voor mij een opstapje. En dat heb ik ook geweldig. Wat schreef je dan juist over films? Geen recensies? Ja, op dat moment, en als ik die niet teruglees, dat was wel stevig. Dus dat was met de overmoed en de arrogantie eigen aan 16-jarigen. maar goed, dat was een fase waar ik doorheen moest. Dus ik wist, het wordt iets met film. Maar vergeet niet, we spreken over de tweede helft van de jaren 80. We zaten eigenlijk nog in de pioniersjaren van, of in ieder geval in de ontwikkelingsjaren van die Vlaamse. Het idee om als 16-jarige in 1987 te zeggen, ik ga films maken, dat was bijna absurd. Er waren toen 5 regisseurs of zo die de mensen bij naam kenden. If that. Dus dat was niet realistisch. Ik wou wel iets doen met film, maar dat kon nog alle kanten uit. Ik ben trouwens ook via een omweg gaan regisseren. Hè. Ik heb eerst na mijn humaniora met een paar vrienden een filmfestival georganiseerd. En dan zijn we distributeur geworden, wat ik een heel boeiende periode vond. Een distributeur is eigenlijk de schakel tussen de makers en het publiek. Die kopen rechten aan.
bedenken een campagne, boeken de films in zalen en ze dat vonden. En van daaruit zijn we, dat is heel snel heel goed gegaan. En dat gaf ons dan een basis om zelf te gaan produceren. En na dat produceren, al vrij snel, ja, wij waren weinig onder de indruk van wat we dan zagen op die sets of de resultaten die we binnenkregen. En toen dachten we, als we er toch al dat geld in steken, kunnen we het maar beter zelf doen. En zo ben ik dan uiteindelijk in 1991 beginnen regisseren. En heel veel geluk gehad met de eerste film. En dan, ja, en ja, de rest ja, is dat er, nee, geschiedenis is niet overdreven. Maar we gaan even terug naar de jeugdtijd. De bezorgdheid van de ouders spreekt mij daar wel een beetje aan. Omdat wat dat wij aan het doen zijn, is rond de oriënteringen van kinderen. Tot welke mate hing die bezorgdheid als de 13, 14, 15-jarige Jan absoluut niet wou buitenspelen en 10 films op een dag keek? Maar 10 is nu veel, dan moet je toch al serieus... Nee, maar 5, 6 op een dag, dat haalde ik wel. En als we dan naar de cinema gingen, ik had een vriend die ook heel erg veel van film hield. En op woensdag begonnen we al met ons programma voor zaterdag uit te stippelen. Om 11 uur kunnen we... De eerste voorstelling was dan om 11 uur in Antwerpen of in Brussel. Als we dat om 11 uur gaan zien in die zaal, hoe lang duurt die film? 1:40 Oké, okay, ja, dan kunnen we tegen 1:15 dat halen we in die zaal. En zo konden we 3 of 4 films zien elke zaterdag. Anyway, nu, dat was nog een vrij onschuldige fase. Het probleem is eigenlijk pas ontstaan op het einde van de humaniora. Toen voor mij mijn traject al lang was uit... Enfin, niet in detail, maar wel min of meer... Ja, ik ga iets met film... En dat komt wel goed. Dus ik had een aantal zware buizen en ik moest dus eigenlijk herexamens doen. En ik zag dat niet zitten. Dus ik heb thuis gezegd van kijk, ik ga die herexamens niet doen. Ik heb het gehad met de humaniora. Ik wil proberen mijn weg te vinden in dat film. Ik schreef toen al wel. Niet dat dat iets opleverde. En we hadden ook al dat vaag idee van dat festival. En toen hebben mijn ouders, en daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor, en ik weet niet of dat de juiste ouderlijke beslissing was, want de kansen dat dat fout was gelopen waren veel groter dan als het goed was afgelopen. Dan heeft mijn vader na rij beraad gezegd, oké. Want die wist ook, ik was zo schoolmoe, het idee om mij te verplichten, dat zou toch nergens toe geleid hebben. Want ik was, denk ik, ook toen al wel wat koppig. En dan zei hij, ik krijg 2 jaar. Kun die nog 2 jaar kosten en inwonen krijgen. En dan gaan we evalueren. En dan zullen we zien. En ofwel moeten we dan middenjury doen. Of gaan we iets anders verzinnen. Maar ik krijg 2 jaar. Dus dat vond ik echt super. Ja, als ik nu terugkijk. Vooral in de tijdscontexten waarin hij dat heeft gedurfd. Ja, vind ik dat heel straf. Ik weet niet of ik als vader dezelfde beslissing zou hebben durven nemen. Maar zou het ook kunnen dat het ten gevolge was van de passie die je toen al uitstraalde richting je ouders, dat je ouders op dat moment hoorden van dit is iets dat hij moet proberen of hij zal de rest van zijn leven beklagen? Of wij zullen het hem beklagen dat we hem die kansen niet hebben gegeven? Dat zou best kunnen, want ik geloof ook heel erg in het gezegde. Het is veel erger om niet geprobeerd te hebben en daar heel je leven zo dat knagende gevoel aan over te houden, dan geprobeerd te hebben en desnoods te falen. Ja. Dus daar ben ik het wel mee. Dus ik denk dat mijn vader ook wel onuitgesproken op die lijn zat. En toen dat je dan die 2 jaar kans kreeg, je organiseert een filmfestival, je wordt distributeur van films. Maar na die 2 jaar was het niet zo dat ik daarvan kon leven. Quite the contrary. Ik zat trouwens ook nog in de periode van de dienstplicht. Dus, en ik had dan gekozen voor burgerdienst, zodanig dat ik die dingen nog wel vrij handig kon combineren. Ik deed ook mijn burgerdienst in het Filmhuis in Antwerpen. Ondertussen verdwenen, maar dat was zo'n arthouse bioscoop. En daar had ik een deal mee van, kijk, de helft van de tijd ben ik willen en de andere helft van de tijd ben ik met mijn distributie bezig. Maar laat ons zeggen dat er na die 2 jaar... voldoende tekenen waren dat het misschien inderdaad toch wel in orde zou komen. En dat heeft nog een paar jaar geduurd voor we dan als distributeur op kruissnelheid zijn gekomen. En vanaf dan is het wel zeer snel beginnen gaan. Dus gelukkig hebben ze allebei nog kunnen meemaken dat ze, ja, laten we zeggen, toch de juiste beslissing hadden genomen. Dus dat het goed afliep. En kan je wel voor de geest halen het moment of de dag of in welke periode dat er precies was dat je wist van, hier leef ik van. Dit is mijn toekomst. Hier staat nu Jan Verheij, de regisseur. Oh, nee, was dat dan op de eerste set van je eerste film direct? Of is dat pas later? Nee, de fase van we kunnen hiervan leven en we kunnen hier goed van leven, dat was al in de distributiefase. Dat moet dan
eind jaren 80, begin jaren 90 geweest zijn, toen we met Independent Films, wat door mij samen met Mark Punt is opgericht. Ja, op een paar jaar tijd waren we de grootste onafhankelijke distributeur van dat land, ook omdat de rest van het landschap volledig was ingedommeld. Af en toe moet je ook een beetje geluk hebben. Er is zo altijd iets als context natuurlijk. En wij waren, laten we zeggen, de juiste mensen, met name overmoedig, niet gehinderd door bestaande regels en misschien ook een tikkeltje arrogant. De nodige naïviteit. Ja, naïviteit zit daar ook in. Ja. En dus wij waren de juiste mensen op het juiste moment in die sector dan. En onze groei loopt bijvoorbeeld, dat is heel opvallend als je dat nu terugkijkt en je legt dat naast elkaar, onze groei liep ook parallel met de opkomst van de Kinepolisgroep, van de Multiplex. Want als je films aankoopt om die naar een publiek te brengen, dan helpt het natuurlijk als er zalen zijn waar dat publiek al aanwezig is. Dus dat heeft wel een beetje geholpen, maar nogmaals, context, tijd, geluk. Dus we wisten toen al, toen verdienden wij zeer goed onze kost. En toen ik dan op de set van Boys stond, want dat was een eerste film, had ik ook wel het gevoel, ja, dit is eigenlijk wel heel leuk om te doen en dat lijkt ook wel te lukken. En daar heb ik lang geprobeerd, of niet lang, want ik heb dan vrij snel toch moeten kiezen, want het is het een of het ander. Je kon niet films maken, combineren met die distributie. Ik heb dan wel nog een paar zijsprongetjes gemaakt. Ik ben nog wel internationaal gaan distributie doen voor Polygram vanuit Londen. En heb ik ook nog 2 jaar bij VTM als programmadirecteur gewerkt, begin jaren 2000. En dat was alle twee superplezant. Maar als regisseur was dat bij de eerste film eigenlijk al, om eerlijk te zijn. Nu, ik heb geen formele opleidingen. Ja. Ik kwam niet uit de filmschool. En dat is ook weer iets dat met het tijdsgevricht te maken heeft. Toen, nogmaals, jaren 80, zelfs tot een stuk in de jaren 90, veel regisseurs kwamen niet uit de filmschool. Robbe de Hert, wat op dat moment misschien wel de bekendste Vlaamse regisseur was, dat was echt iemand van 12 stielen en 13 ongevallen. Hè? Het beroep dat hij het langst heeft uitgeoefend voor hij is gaan regisseren, was matroos op de Lange Omvaart. Mijn compaan Mark Punt is sociaal assistent van opleiding. Willem Wallijn, die film 1 dan heeft gemaakt en nu ook nog actief is advocaat. Dus toen was het veel meer een free-for-all. Als je je zag dat ook op sets. Mensen kwamen echt vanuit alle sectoren. Terwijl nu al heel lang... Nu al heel lang, elke stagiair op mijn set komt van een van onze filmscholen. Dus je voelt dat die professionalisering van onze sector vanaf eind jaren 80, en daar zijn zeer veel goede dingen over te zeggen, maar dat betekent ook wel dat het vrijbuiterstraject, zoals Mark en ik dat hebben doorlopen, bijna onmogelijk is geworden in de praktijk. Dus, dus als je als 16, 17-jarige droomt van een carrière in de film, dan moet je in deze tijden wel kiezen naar je verdere studies in de mediaopleidingen, filmopleidingen effectief te gaan doen. Dan zei ik inderdaad met grote tegenzin en amper verholen afschuw dat je moet kiezen. We hebben ook in dit bizarre land 4,5 filmschool, wat waanzin is, want dat wil zeggen dat er elk jaar 40 à 50 regisseurs afstuderen, waarvan er natuurlijk maar een fractie ook echt in dat vak terechtkomt. Dat is logisch. Dus er wordt enorm veel geld verkwist aan opleidingen waarvan iedereen weet dat ze nergens toe zullen leiden. Maar goed, wel meer absurde dingen in dit land. Dat is toch wel... Alle debuten die de afgelopen jaren zijn gemaakt, alle debuutfilms die de afgelopen jaren zijn gemaakt, zijn op 1 of 2 uitzonderingen na allemaal mensen die filmschool, een paar kortfilms, assistentregisseur geworden of stage. En dus die hebben het voor de hand liggende traject gevolgd. Dus de eerlijkheid of het realisme gebiedt mij om te zeggen, ja, het zal een filmschool zijn, maar in godsnaam, bereid u voor. Lees over, want elk van die scholen heeft toch een soort identiteit. Ga praten met ex-studenten. Kijk wie die ex-studenten zijn, wat die hebben gemaakt, waar die school voor staat. En dan weet je ook op welke knopjes dat je moet drukken voor je ingangs,
Het is niet echt een ingangsexamen, maar er zijn wel gesprekken. Niet iedereen wordt, ondanks het feit dat er enorm veel volk toegelaten wordt, wordt toch niet iedereen toegelaten. Dus je moet inderdaad ook weten van, ja, wat willen ze daar? En wat ze daar willen, is toch vaak meer Lars von Trier dan Steven Spielberg. Dus je kunt dat maar beter weten als je daar dat gesprek gaat hebben. Lieg desnoods. Zeg dat je Lars von Trier een geweldig interessante regisseur vindt en dat je al die zijn films waanzinnig vindt. Maar ja, pas u aan. En dan doe je hoesting. Hè. Dan doe je die 4 jaar en dan ga je een paar keer serieus op je tanden moeten bijten. En veel, veel mensen worden dan inderdaad gebrainwashed. Maar je ziet dan, Adil en Bilal hebben de meest artistieke van de filmscholen gedaan. Luca in Brussel. Robin Pront heeft daar ook gezeten. Kijk, die hebben dat overleefd. Hè. Die zijn niet besmet geraakt. Die hebben effectief grote... Ja, hun eigen. Die maken toffe, hippe publieksfilms. Die hebben... Die zijn naar Hollywood. Dus ik wil maar zeggen... Maar nu... Ik vrees dat dat het traject is dat je moet doorlopen. Ik kan er nog één specifieke vraag over stellen. Is dat een duur traject? Ik weet dat niet. Ik ga ervan uit dat dat niet duurder is dan andere opleidingen. Met dat verschil, dat je natuurlijk op het einde van elk jaar als eindwerk, je eindwerk is geen, ja, je thesis is een film. En die moet je wel zelf financieren. Nu, gelukkig is het zo. Vroeger was dat op pellicule. Ja, dat kostte gewoon veel geld. Nu, met de mogelijkheden van het digitale tijdperk, valt dat wel mee. Dus geef je daaraan uit wat je zelf wil. Maar er zijn natuurlijk, ja, er zijn wel een aantal precedenten van mensen die behoorlijk wat geld hebben gestoken in hun eindwerk. Niet onterecht. Want uiteindelijk, binnen die enorme hoop volk die elk jaar afstudeert, uw eindwerk is uw visitekaartje. Ik kan daar niet genoeg de nadruk op leggen. Wat je maakt in je laatste jaar, gesteld dat je tot in dat laatste jaar geraakt, dat je niet al eerder hebt gezegd van, geef mijn portie maar aan Vicky. Maar als je dus in dat laatste jaar een eindwerk maakt, moet je daar zeer goed over nadenken, want dat is wat de productiehuizen en producenten en zenders en zo te zien krijgen. Hey, daar doe je dan het Festival van Gent of Leuven Kort of zo mee, of dat stuur je op naar mensen. Dus daar moet je ook... Uit dat filmpje moet af te leiden zijn van ik wil graag commercials maken, ik wil graag de nieuwe Fien Troch worden, ik wil graag de nieuwe Adil en Bilal worden. Dus die film zou moeten vertellen waar jij als regisseur voor staat. Ja. Dus dat is echt superbelangrijk. Ja. Je hebt nu al 20 films gemaakt. De 20ste film komt nu binnenkort uit. Je hebt waarschijnlijk ongetwijfeld al heel veel meegemaakt op de set. Heb je nog een leuke anekdote die weergeeft wat het leven van een regisseur juist inhoudt? Maar het leven, kijk, ik vind dat de mooiste job die er is. Maar er zullen wel hopelijk meer mensen zijn die van hun job vinden dat het de mooiste is die er is. Dat is trouwens het enige echt zinvolle advies dat ik kan geven. Ja, whatever you do, kies voor iets dat je graag doet. Maar heb wel de ambitie om in datgene wat je kiest de allerbeste te worden. En of dat dan boekhouder is, of politieagent, of IT'er, of wat dan ook. Ja, weet dat dat iets is wat je waarschijnlijk voor lange tijd zult doen. Ja, dus zie dat je dat graag doet. Het allerergste, en waar ik ook echt absoluut al van heel jonge leeftijd naar gestreefd heb, is ja, iets te doen dat je graag doet. Kun je dat voorstellen, dat je zo dag in, dag uit op een trein moet gaan zitten naar fucking Brussel, om daar in een goor... kantoorgebouw, iets te gaan doen wat je niet graag doet. Er zijn mensen die het graag doen, maar ik versta wel wat je zegt. Het is een beetje het cliché van. Ja. Maar tot daartoe, dus dat vind ik heel belangrijk. Wat vind ik leuk aan film is het creatieproces. Dus je begint echt met een idee. Iemand heeft een idee. Dat kan ook een theaterstuk zijn of een boek of wat dan ook. En dan denk je daarover na en dan ga je schrijven of je vraagt een scenarist en je schrijft met die scenarist, je ontwikkelt dat, dan is er een bepaald moment een scenario, dan wordt, ja, we gaan dat filmen, je wordt gecast en plotseling komen die dialogen tot leven, komen die personages tot leven en helemaal op het einde van dat proces is er een film die er voor altijd zal zijn. Dat vind ik, ja, ik vind dat een heel schoon eindresultaat, los van wat die film dan is.
liefst iets wat je dan zelf dat dicht zit tegen wat je ooit voor ogen hebt gehad. Dus dat vind ik boeiend. Het proces, bijna elk onderdeel van het proces, het schrijven vind ik heel boeiend, de montage vind ik heel boeiend. Ik hou van de gecontroleerde chaos die een filmset is. Ik vind massascènes geweldig. Er zijn heel veel dingen die ik echt heel graag doe, wat niet wegneemt dat het ook bij momenten slopend kan zijn. Ik permitteer me af en toe een vergelijking. Als ik slecht gezind ben en het is een moeilijke dag geweest, dan vergelijk ik films maken wel eens met het lopen van een marathon in een bad gevuld met lijm. Dus ja, dan voelt zo'n dag, dan duurt zo'n dag heel, heel lang. Maar het is ook een wonderlijke... Het is ook echt team. Laat u niks wijsmaken. Een van de grootste schade in ons vak is aangericht door de auteurtheorie. Uiteraard uitgevonden door de Fransen in de late jaren 50, begin jaren 60. De regisseur is de enige auteur, creator van een film. Dat is echt onzin. Dat is gepatenteerde, klinkklare onzin. Films maken is een teamwork. En de vergelijking waar ik van hou, is de vergelijking met een orkest en de dirigent. De regisseur is de dirigent. Wat bedoel ik daarmee? Het is de taak van de dirigent, en dus de regisseur, om een groep getalenteerde mensen, met allemaal verschillende gebruiksaanwijzingen meestal, te enthousiasmeren, te manipuleren, desnoods, te respecteren, maar in ieder geval die in een richting te sturen, zodat die allemaal het gevoel hebben van samen iets te maken. En om dat te doen, hoef je niet al die instrumenten te kunnen bespelen. Tuurlijk. Hè? En ook als regisseur, het is niet zo, bon, de Kubrick, er zijn natuurlijk uitzonderingen, Kubrick wist ook alles van lenzen en licht en zo, maar dat is niet nodig. Je omringt je ook, net zoals je acteurs cast je ook je ploeg. Je omringt je met mensen die eigenlijk veel beter zijn in hun vak dan wat jij ooit zou kunnen zijn. Op hun vlak. Hè? Dus je zoekt een uitstekende cameraman, een uitstekende belichter, een uitstekende klankman, een goede componist, enzovoort, enzovoort. En dat is het team dat je samenstelt. En dat team, dat zijn dan de departementshoofden, die vullen dan weer hun medewerkers in. En als je dat goed doet, en je krijgt met die mensen een vertrouwensband, en dat moet niet noodzakelijk een vriendschapsband zijn, dat helpt, dat mag, dat is zeker niet verboden. En dan heb je zo echt dan wordt het een gezamenlijk traject. En dat vind ik nu, dus ik heb ook vraag aan 10 regisseurs een definitie van regisseren, en de kans is vrij groot dat je 10 toch redelijk afwijkende antwoorden krijgt. Maar dat is voor mij de definitie van een regisseur. Een fearless leader, maar die er ook de sfeer in houdt. Want vergeet niet, veel mensen die op de filmset staan, ja, die staan om 5 uur 's nachts op. Maar ik vind dan veel prettiger. Ik wil eigenlijk voor mezelf het gevoel dat die, als de wekker gaat om 5 uur, dat die blijgezind uit hun bed springen van jee, ik mag naar de set. Ja, het is draaidag. Nu, dat is niet geheel altruïstisch. Ik functioneer zelf ook het best in dat soort omgeving. Ik vind spanningen op een set niet fijn. Ik geloof ook niet in roepen en tieren en eerst afbreken om dan op te bouwen en zo. Nu, er zijn ook voorbeelden van films en regisseurs die dat wel zo doen en die uitstekende films hebben gemaakt. Maar dat werkt niet voor mij. Ja. Dus, maar maak u verder daar geen illusies over. Je bent niet God. Het godcomplex dat in sommige filmscholen wordt aangeleerd, nee, dat is het. Nee, zo werkt het niet.